Verschillende groepen hebben opgeroepen om de actie van de SPB te ondersteunen. Deze groepen sluiten zich aan bij de protestdemonstratie. Het hospitaal heeft zich ook aangemeld bij de Nationale Assemblée. $100 zoveel. Wie kan een maand leven met $100 zoveel? Ik challenge ze. Laat ze mij komen vertellen hoe het leven eruit ziet met $100 zoveel. Namens alle gezondheidswerkers in Suriname. Het kan niet. Iemand moet eens de voortouw nemen om te zeggen, we kunnen geen COVID-patiënten meer verzorgen. We hebben geen kracht, we hebben geen eten genoeg thuis. Dat moet de president en vice-president en de regering. Dat weet ieder. Je werkt met lijk alsof je veel strafwerk. Ja. Alles is duur geworden. Met 100% zijn alle items omhoog gegaan. Het eerste wat deze regering gedaan heeft toen ze kwamen is... hoe moet ik het zeggen? Om aan de bezoldigingen van de ambtenaren te gaan. Ik ben ook ambtenaar. Toch? Wie 25% hebben ze weggehaald. Ja? Daarna in januari, als ik het goed heb, eind januari, hou mij ten goede, is de regering weer aan onze salaris gegaan. Toch? Zonder een verhoging te geven, loonsverhogingen. Is belasting omhoog gegaan. SZF was omhoog gegaan. AOV. En dat soort dingen. Gewoon zo, uit het niets. Ik weet het niet, maar ik vind ze gewoon een stelletje rovers. Een roverbende hoor, meneer. Echt wel. Wel, ik heb toevallig 2 grote zonen in huis die werken. Dus die helpen. Maar de ene hier, de oudste, die heeft ook 2 kinderen. Dus je kan niet constant op hem gaan zitten om te fitten. Je gaat tevreden moeten zijn met wat je kinderen geeft, toch? Om te helpen, zo'n beetje. Maar het gaat gewoon weg niet. Dus ik zie deze regering liever eergisteren naar huis dan vandaag. Want het zijn leugenachtige mensen. Ze hebben het volk voor de gek gehouden, toch? En dat soort dingen. Ik hou niet van dat soort dingen. Ik pik het niet hoor, van ze. Ieder die in dit land woont, met uitzondering van de families ding, voelt het nu. De prijzen in de winkel zijn sky hoog, de koers die is sky hoog. Al mijn mensen hier zijn arbeiders, geen één kent een loonsverhoging. Maar intussen leven we al in een derde devaluatie. Dus dan moet je niet vragen waarom de mensen hier zijn. Wat wij nu vragen is lotsverbetering, dat de regering nu keer gooit nu om tenminste te gaan voor een loonsverhoging eerste en ten tweede om de prijzen te gaan beheersen. Dat is onze aanwezigheid hier.
Los van die prijscontrole, of je die koers niet kan beheersen, kan je de prijzen automatisch niet beheersen. We zijn een importland. Ik heb mijn bericht van Karosse Tehoroko, de maatschappij komt, ik ondersteun de man. Dat is taki, Tamara, ten unu le gezondheidszorg ozet Usani. Nee, ja, ik ben Suriname, ik kan die vrouw niet naar groep doen, Sabi, maar ik ben niet te slassen. Ik ben het niet helemaal eens met u. Nee, maar u moet niet helemaal vragen om dat te komen. Nee, u mag niet in mijn bezig zijn. Ja, vraag. Ja, vraag. Wij zijn uw beste kameraden. Ja, dat klopt. Ja, 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 ja. Hou dat vast. Nee, maar anders. Nee. Samen zijn we sterren. Samen, daarom zijn we hier. Daarom zijn we hier. Ja, ik moet me niet verkeerd begrijpen. Dan gaan we zien wanneer jij in actie bent. Nee, maar nee, dat gaan we het niet, Ivo. Wij zijn uw beste kameraden. De politie. Ik heb het niet. En wanneer het op aankomt dat we een keer gaan komen en we ons netjes gaan gedragen, waar we geen enkel orde gaan verstoren, dan is het ook de politie die mij op ons zal afsturen. Dat zal het zijn naar een criteria zal afgesproken komen. Want één dat we in één keer gaan afvegen, meneer, waar is uw vergunning? In één keer gaan we dat afvegen. Want vandaag hebben we ook geen vergunning. En zijn we dat ook. En twee is, wanneer men gaat praten over, we leven in een corona. We gaan dat ook van de tafel vegen. Want we zien het. En daarom zijn we ook gekomen om levendig te zijn. Tegelijkertijd om het te ondersteunen. Want het is een gezamenlijk doel. Omdat elke Surinamer die het nu voelt, om de regering een signaal te geven. En mocht het zijn dat de regering niet luisteren, want vandaag zijn we niet in de gelegenheid gesteld. U moet zien, het is een beetje rumoerig gegaan. En het is iets van de politiebond, dus de regering die was op de hoogte. Ze waren niet op de hoogte dat de ziekenhuizen zich zouden roeren. Maar we zijn hier gekomen om levendig te ondersteunen. Maar het gaat een beetje chaotisch. En ik ga eerlijk zeggen, Milo Alassani, behalve toen ze doen. Het is onoverzichtelijk. Maar dat neemt niet weg dat we wel weer eens voor het geval wij zien dat de koers niet verandert. Dat wij als gezondheidszorg, waar ik persoonlijk leiding geef aan 4 organisaties, dat we goed georganiseerd als de politie dat we vandaag hebben gedaan en wij onze zegje komen doen. Ja, dus u moet het komen van vandaag niet zien like nou een nee is een goed teken, zeg van hé. Hey, de politie is onze beste kameraad, maar ik heb ook ervaring met bepaalde die het soms niet snappen. Dat wanneer wij als vakbondsleider opkomen, dat we komen voor het belang van de Surinaamse samenleving. Ja? Dus nog een keer, we zijn komen ondersteunen. Wat wij wel weten, dat we eens one day ook komen, kan je via die mij ondersteunen. Want ik heb een aantal vrienden dat ik aan boeren. Want mijn vrouw is ook verpleging. En de maatschappij is in de vrouw. Maar ze kunnen dat ook niet doen. Mijn zoon is ook agent. En maatschappij ondersteunt. Maar hij kan het niet doen. Hij moet opdracht uitvoeren. Maar het is wel een goed teken. Wanneer men morgen, wanneer wij voor het geval, wij morgen goed georganiseerd de zorg over straat moeten komen. Die twee dingen dat we in geen tijd gaan willen horen is. Waar is uw vergunning? Hij heeft u niet gehouden met corona. Dat gaan we niet accepteren.